Hoewel er veel strubbelingen zijn in merit at First Sight, is het verfrissend om ook succesverhalen te horen. Jeppe en Jantine lijken zo'n succesverhaal te worden, gezien hun enthousiasme om binnenkort samen te gaan wonen. De huwelijksreis van Jeppe en Jantine op het zonnige Malta nadert zijn einde. Ondanks dat de tijd voorbij vloog, beseffen ze hoe snel het voorbij gaat als het goed gaat. Als het niet zo lekker gaat, voelt het heel langdradig. En nu heb ik meer zoiets van, kan ik nog bijboeken, zegt Jeppe. Zelfs Jantine, die aanvankelijk Jeppe wat aanwezig vond, bekent dat ze hem zal missen als de drukte om hen heen verdwijnt. De twee genieten van hun laatste avondmaal op Malta en praten voorzichtig over hun toekomst, inclusief samenwonen. Ik denk dat we er samen wel uitkomen, zegt Jeppe optimistisch. Jantine sluit de huwelijksreis af met een positief gevoel en laat weten dat ze elkaar op meerdere vlakken echt goed hebben leren kennen. Ze lopen arm in arm terug naar het hotel, waarbij Jeppe uitkijkt naar de samenwoonweek. Hoewel Mafsexper Evelien het koppel weinig liefdestips heeft kunnen geven vanwege haar betrokkenheid bij andere deelnemers, wenst ze Jeppe en Jantine wel het beste. Ze adviseert hen zich geen zorgen te maken over het ontbreken van hun comfortzone, aangezien het experiment als intens ervaren kan worden. Evelien benadrukt dat het normaal is om naast iemand te staan die ook uit zijn comfortzone is gestapt. Het liefdevolle moment tussen Jeppe en Jantine ontroert Evelien en brengt vreugde bij de kijkers. Een lichtpuntje te midden van alle uitdagingen in Merit at First site.